zwemmen na een beenamputatie. Tijdens fysiotherapie en bewegingsagogie kan er gebruik gemaakt worden van het zwembad. Bij oefenen in het water draagt u geen prothese. De therapeut zal u leren zonder prothese veilig in en uit het zwembad te komen. Soms is een badrolstoel of lift nodig om het zwembad in en uit te komen. Tijdens het oefenen in het water kunt u door middel van loop, zwem en balansoefeningen werken aan uw conditie, kracht en mobiliteit. Ook de ontspanningstherapie in het water is mogelijk. Na een amputatie voelt u vaak dat uw balans in het water anders is dan voor de amputatie. De therapeut zal samen met u aandacht besteden aan uw balans. Een voorbeeld hiervan is het zittend balanceren op een plankje. Of het rustig drijven in het water. Net als voor de amputatie zult u weer kunnen zwemmen. Therapie in het water kan zowel individueel als in groepen plaatsvinden.